Het composttoilet is iets dat we in Vlaanderen en Nederland nog niet zo goed kennen. Het is eigenlijk een heel simpel principe. En het is eigenlijk nog maar de laatste 80 jaar dat we water gebruiken om door te chassen. Dat is iets dat we al meer dan 2000, 3000 jaar doen. Dus eigenlijk onze uitwerpselen hergebruiken we. Dus we gaan onze uitwerpselen opvangen, we gaan ze composteren en dan hergebruiken in de cyclus van de boerderij. En dus wat vragen wij onze gasten? En dat is iedere keer een revolutie. Of een hele ontdekking voor mensen om gewoon op een emmer hun behoefte te doen, alle papier en zo maar erin. Wij poetsen de toiletten in de zomer heel veel. Maken dat dat netjes is, dat stinkt niet omdat je er houtstof op doet. Dus je doet daar organisch materiaal op, die dan mee verteert met de uitwerpselen. Dat slurpt enorm veel vocht op, waardoor dat je geen geurhinder hebt. Het is vooral urine die stinkt. Niet de vaste massa, maar vooral urine. Dat is een perfecte oplossing. En al de rest, het ambetante werk, is voor mij. Dus mensen hoeven daar niet mee in te zitten. En we kunnen eigenlijk tonen wat het uiteindelijke product wordt. Dus het uiteindelijke product is een combinatie van staalmest en droogtoilet. Na 1,5 tot 1 jaar. Het heeft dezelfde voedingswaarde voor beplanting als rijke geraniumgrond. Het enige verschil is dat hij niet gezeefd is en niet aangetreld. Dus, maar verder is dat van dezelfde waarde. En wij hergebruiken dat voor de aanplant van fruitstruiken en aanplant van groenten. Voilà. En je wordt daar niet ziek van. Het meest schadelijke is onze resten van onze verwerking van vlees. Hè. Het eten van vlees. Of dan, dat spreek ik over hormonen en zo, die in de pijl zitten. Of medicijnen. Hè. Die schadelijke stoffen. Die worden normaal gezien achter een jaar afgebroken. Op het moment dat je er recept hebt en er zitten wormen in, is dat het bewijs dat er geen heftige stof meer in uw afgebroken resten zit. Composttoilet is een kleine mentaliteitsverandering die voor een heel grote verandering kan zorgen, globaal gezien. In verstedelijkte gebieden is dat moeilijk, maar er zijn wel al ontwerpen, Nonolet en zo, kun je op internet opzoeken. Er zijn wel al ontwerpen om in verstedelijkte gebieden, in appartementen bijvoorbeeld, naar droogtoilet principe te gaan, maar op de campagne, op het platteland, als je 100 vierkante meter grond hebt, kun je eigenlijk aan een droogtoilet beginnen. En die kleine mentaliteitsverandering, die kleine inspanning, zorgt ervoor dat we, laat ons zeggen, als persoon, als twee keer naar het toilet gaat, 16, maar 7, dat je ongeveer 120 liter per week uitspart aan water. Drinkbaar water.